kapot? Als ik in mijn vingers knip, ja? Dan sneeuwt het. Niet. Ja, echt. Tegenstanders. Oh, dit is echt top. Superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Hier is Hans weer en Hans heeft ook een foute kersttrui aan. Wij, ik ook. Corina heeft er ook een. Ik ben net een filmpje. Jasper is een filmpje. Wat zie jij er cool uit? Love it, love it. Jasper heeft helaas geen foute kersttrui. Het geeft niet. Is niet erg. Er zit rood in. Dat is waar. We zijn weer bij Musical, het is dinsdag en we hebben afgesproken om vandaag allemaal een foute kersttrui, mag ook gewoon een kersttrui, aan te doen. En dan gaan we een leuke foto maken ter promotie op Facebook. Robin heeft ook een kersttrui aan, het is zo leuk! Corina heeft ook een hele leuke kersttrui aan. Ah! Hoi Inge. Hi. Ze heeft ook een kersttrui. Ja, maar je moet eigenlijk in een donkere ruimte. Kom, we gaan hier naar een donkere ruimte. Kom, in het donker. Oh my god, ik ben benieuwd. What? Ja, dit is een special effect. Super sick. Heerlijk, love it. Jij bent wel de foutste. Ja, heel leuk. Dit is haar personage in de musical, dit is echt top. Het is ook echt top. Kirsten heeft ook van die leuke dingen. Dit is echt fantastisch en een hele leuke trui. Top. Dat is echt fantastisch. Is het een bewegende beeld of is het alleen een foto? Bewegend. Bewegend. Oh. Dit is echt fantastisch. Jouw trui is top. En ik heb inmiddels dit. Bam, bam, bam. En Preggy Ellie, die heeft ook een truitje hoor. Lekker, lekker, lekker bezig. En Fee heeft ook een kersttrui. Dit is toch top? We gaan straks een hele leuke foto maken. Sui is er vast. Nee, ja, ik weet het. Maar wij gaan wel een hele leuke foto maken. Het is toch fantastisch deze trui. Wie hebben we nog meer niet gehad? We hebben Anita nog niet gehad. Ik ga even Anita interviewen. 3, 2, 1. Hoi Anita. Hi. Je kersttrui. Lekker bezig. Preggy Ellie. Ik ben super bezig. Ja. Matching, matching. Superleuk, superleuk. Wait for it. Hoi oh, jongens, wat een takken weer. Het regent zo hard. Maar ik sta te wachten bij mijn huis. En mijn collega's die zijn onderweg. Ik denk dat ze zijn. Om mij op te halen. Want we hebben vanavond een personeelsuitje in Lelystad. Dus dat is echt vet leuk. Dus we gaan even lekker eten. En dan... En dan gaan we bowlen of zo. Even kijken. Dertien, nee jongens, is mijn nummer. Oh nee, toch niet. We zijn, hallo, even aan het poelen. We hebben net lekker gegeten en we zijn nu aan het poelen. En we hebben twee tafels, want anders dan passen niet met z'n zevenen. Dus we gaan even lekker een potje poelen. Helemaal leuk. Ik ga even verslag doen bij de andere tafel. Jade? Ja. Hallo. Hallo. Hoe gaat het mee? Nou, ik ben net aan de beurt. Oh, dan ga ik dat even vastleggen. Ga je dat vastleggen? Jazeker. Jade in action. Hip. Ja joh, ik doe dit extra lang. Jezus. Wat gebeurt hier nou? Veel te hard. Jammer. Jammer. Heel te hard. Wat gebeurt hier allemaal? Ja. Maar Janne weet niet meer van wie welke wijn is. Achter het ding is van mij. Heb ik bewust gedaan. En Maaike zit aan de tonic, ja, want Maaike die moet... Ja, moet even drinken en okay, Maaike is de bol. Ik heb Maaike in mijn team, Maaike is goed. Ja. Jij leeft met Janne in zijn team. Dat is iets minder. Nou, pak je. Je kan op alle mogelijke manieren de tegenstanders... Ja hoor, die staat vastgelegd.
Hallo, het is zaterdag. Stanti is bij mij en wij zijn 2 weken samen vanaf nu. Nog 6 dagen en dan gaan wij op vakantie. Mama is gisteren naar de kapper geweest. Lekker kapstertje. En Lars is vandaag jarig, mijn neef, dus daar gaan we eventjes naartoe. We hebben voor hem een fles wijn en we hebben ook een intratuinbon, want hij wilde graag voor zijn aquarium plantje kopen. Dus dat hebben wij gewoon even zo gedaan, met een intratuinbonnetje. Dus we gaan even lekker gezellig naar de verjaardag van Lars. Open omen komen ook. Dat is ook wel weer leuk. Dit is echt de decembermaand, zien we elkaar zo vaak. Dan zijn we elkaar ook echt zat daarna. Maar goed, even een gezellig middagje. Angela en Tom, die gaan een cadeautje geven aan Lars. Kijk, ze zitten hoor. Kijk, ze zijn namens hetzelfde, anders kun je. Het is een groot bierglas. Holy moly. Jeetje. Succes, jongens. Dus, nu maar. Oeh! Ik zie het alweer op je schat. Wow! Dat is een liter. Die biertjes, zei toch? Nou! Is dat even toevallig? Oh, heel goed. Een spel. Het grote dilemma op dinsdagspel. Oh, zo leuk! Zo, wij zijn weer thuis van de verjaardag. Het was echt super gezellig. En ze hadden nog lekker soepjes gemaakt. Dus wij zouden vanavond koken, maar dat hoeft niet meer. Want we hebben al lekker soep gegeten. Ga je goed? Ja. Oké dan. Wij zitten nu achter de laptop, want we gaan even editen. En ik heb een nieuw editprogramma gekregen van Stan. Sony Vegas Pro 14. Dat is niet de allernieuwste volgens mij, maar we zijn hem gewoon wel eventjes aan het uittesten en kijken wat hier mogelijk is. En, want mijn Pinnacle die loopt heel vaak vast en daar heb ik altijd wel een beetje troubles mee, zeg maar. Dus we gaan even kijken of dit werkt. Het ziet er ook echt gewoon plat uit eigenlijk, om het zo te zeggen. Een beetje grijzig en zo. Maar we gaan gewoon deze weekvlog die jullie nu kijken, gaan we even editen in Sony Vegas. Dus ik ben benieuwd. We zijn er vanochtend mee bezig geweest. Nu gaan we er eventjes mee bezig. Dus ja. Het werkt wel heel snel in vergelijking met Pinnacle. Ja. Als je iets versneld afspeelt, dan is het gelijk versneld afgespeeld, zeg maar. Je hoeft niet eerst meer te wachten tot het niet eerst te renderen, nee. Dat scheelt wel. Dus ik ben benieuwd. Ik heb geen idee of ik het fijn ga vinden of niet. Maar het is wel fijn dat ik hem heb. Dus dankjewel. Alsjeblieft. En Guus ook, bedankt. Ja, Guus. Kijk, dit is het programma. En hier kan ik dan in mijn bakjes en zo. Mm-hmm. Het ziet er wel hetzelfde uit als Pinnacle, alleen dan gewoon iets platter en iets grijzer. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe we dit gaan fixen. Nou. Het loopt in elk geval. Kijk hoe leuk nou. Hallo dames en heren, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe week. Wat ook wel fijn is dat je hier 2 sporen hebt. Dus met geluid en met video apart. Dat heb je bij Pinnacle niet. En als je dus 1 stukje weg wil doen, dan hoef je alleen maar de bovenste te selecteren en dan gaat die onderste gelijk mee. En bij Pinnacle moet je alles selecteren. Dus dat gaat helemaal goed. Ja, en ik vind de overgangen wel prettiger werken. Het is gewoon plop in elkaar. Ja, je plopt. Ja. Misschien kan ik het zo beter laten zien. Ja, je plopt ze echt in elkaar. Ja, en dan kun je als je hierop drukt, als je dan een paar favorieten hebt, dan druk je gewoon recht de muisknop. Fade type of transition. En dan heb je hier gewoon degene die je als laatste gebruikt. Vet handy. Of deze, dat zijn die. De gewone, de simpele. Dat is dan zijn natural edit skills. Natural habitat. Ik vind het ook leuk dat Stan het leuk vindt om een video te editen. En dan zeg ik. Moet ik even stil zijn? Nee, ik raak heel snel afgeleid. Oh, maar ik wil heel veel stellen. Dan zeg ik bijvoorbeeld, ja, hier moet geknipt worden. En dan zeg ik stop. En dan heeft hij ook al lang in de gaten en door dat daar geknipt moet worden. 4 handen, 2 buiken. Wat? Nou, eigenlijk is het 4 handen op 1 buik. Maar we hebben toch echt 2 buiken. Ik heb een buik en jij hebt een buik. Goed verhaal. Dus, ik heb iets vet leuks gevonden, samen met Bo. Hij doet het hallo. Niet. Hij wil even niet meewerken. Wacht even. Niet. Bo, je moet even daarop drukken en dan op de playknop. Ja, heel goed Bo. We hebben even een groot beeld erop. Okay. Sorry. Nou, dat doen we. We doen het wel even zonder groot beeld. Dus, ik kan het laten sneeuwen in de video. Ja. En dat heb ik gefilmd daar. Dat zal ik even laten zien. Dit is een video van een video van een video. Wow. Kijk, het sneeuwt in de vlog. Nou, is dat niet leuk?
Maar dat kan ook in deze vlag. Niet. Ja, dat kan ook in deze vlag. Hoe dan? Als ik in mijn vingers knip, ja? Dan sneeuwt het. Niet. Ja, echt. Moet ik het proberen? Ja. 1, 2. Nu sneeuwt het. Wow. Let it snow, let it snow, let it snow. Dit was de zaterdag. Tot morgen. En toen was het ineens zondag. Ik heb mijn stressmoment alweer gehad hoor van de dag. Jezus, wat ben ik autistisch. Af en toe kan ik me zo echt voor mijn kop slaan. Ik ben... Ja, jongen, jongen. Drama queen ben ik. Ik ben mijn koffer aan het inpakken, want over 5 dagen gaan Stan en ik naar Portugal. Ja, het hadden we over dat, ja. En ik ging mijn koffer inpakken, want ik dacht, oh my god, over 5 dagen is het al zover. Dan gaan we al en we hebben kerst nog tussendoor. Dus ik weet niet wanneer ik kan inpakken. Dus ik ging vandaag een poging wagen om in te pakken. Nou, ik raakte helemaal gestrest. Maar het is goed gekomen, jongens. Ik heb even mijn rust genomen. En het is weer helemaal oké. Wat we nu aan het doen zijn. Vertel, wat gaan we doen? Een kerstboommoes halen. Een kerstboommoestas halen voor opa en oma. Want die van hun is gescheurd of zo. Die is kapot. Dus ik vroeg gisteren, waar kan je dat kopen? Nou, indruk op de knop bij Google en je had het gevonden. Dus Stan en ik die gaan het eventjes halen. En vanavond is het weer kerst in Oud Kampen. Daar heb ik afgelopen 2 jaar, of hebben jullie het maar 1 keer gezien? Nou goed, ik zal het wel even hierboven linken in het i'tje. Picanto. Oh, gaan we weer. Maar kerst in Oud Kampen, superleuk. Normaal gaan we met een grote groep. Maar Remco en Caroline gaan niet mee. Mama en papa gaan niet mee. Corine gaat niet mee. We gaan even wel langs opa en oma, maar die zijn gisteren ook niet geweest. Als het heel hard regent, het gaat... Oh, van kerst aan het kampen? Nee. Ze waren bij de verjaardag. Ja, ze waren bij de verjaardag van Lars, dus niet bij kerst aan het kampen. Als het heel hard regent, gaan opa en oma denk ik niet mee. Maar goed, zijn Stan en ik lekker met z'n tweeën. Dat is ook heel gezellig. Iedereen moet namelijk gewoon lekker zijn ding doen. Volgens mij gaan Fred en Annette, Lars en Angela, Maartje en Tom wel. Dus misschien komen die ook nog tegen. Dus dat is wel heel gezellig. Maar voor nu eerst even een kerstboom. Tas halen. Het is gelukt hoor! We zijn bij opa en oma en we gaan even kijken. Want ze hebben de kerstboom staan en ze hebben leuke lichtjes op het balkon. Alleen staan ze niet aan. Daar een sterretje. Misschien zijn Fred en Net en Lars en Angela er ook al. Maar dat weet ik nog niet. Ik zie wel een mooie kerstboom. Oh nee, ze zijn er nog niet. Joehoe! Oh, hallo! Doe eens even kloppen, Stan. Hallo! Joehoe! Hallo! Hallootjes! Kom binnen! Kijk eens wat ik voor jullie heb gekocht. Oh, wat leuk! Oh, dit is mooi voor de kerstboom. Top, hè? Ja, die is heel mooi. Hoi, oma! Hallo! Wat een mooie kerstboom! Ja, mooi, hè? Hallo! Ja, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Hallo. Hallo. Wat een mooie kerstboom! Hallo! Kijk nou, dat hebben ze al sinds ik me kan heugen eronder. Zo leuk. Pannie.
staan bij een kraampje, want we moeten even een oliebol eten. Want in Portugal kunnen wij geen oliebol eten. Dus we gaan nu eventjes nog eentje naar binnen werken. Ja toch? Lekker lekker. Jongens, we gaan die toren beklimmen. Ja hoor. Oké, we gaan de trappen klimmen. Oh nee, we gaan niet de trappen klimmen. Oh, we moeten weer terug. Ik ben kapot. We moeten nog 3 van die trappen. Zulke hoge trappen. Ben kapot? Hallo, we zijn boven. Dat waren heftige trappen of niet? Oh, maar het is wel echt heel mooi. Een kamp is een mooie stad. Het is zo mooi, al die lichtjes. Love it. Hoe hoog zou dit zijn, Stan? 100 meter? We gaan het zo aan die meneer vragen. Ik denk een meter of 70. Zo mooi. We hebben daar nog een heel stuk te gaan waar we gewoon naartoe gaan. We gaan nog even eten. Het avondeten. Hieronder is de Greatest Showman aan de gang. Oké, we gaan weer naar beneden. Dat is minder heftig dan omhoog. Ze waren uitgevallen, maar ze doen het niet meer. Jammer, want hier staan de kerstmannen. 2. Huh? Een afstappie. Oh, val dat. Wow, dat is dan niet van kerstmannen. Dat is de kerstman en de kerstvrouw. Is het de kerstman en de kerstvrouw? Ja. Het is donker, dat zie ik niet. Jongens, we kunnen het niet laten. We staan bij een ballengooitent. En we gaan even een balletje gooien. Altijd prijs. Nou, ik ben benieuwd hoor. Succes, bro. Oké, jij de laatste 2? Ik ga kijken of ik het eraan kan gooien. Oké. Ja. Ding. Laat de keuze aan jou. Stan, we hebben alles om, dus we mogen van alles kiezen. Wat moet ik kiezen nou? Oh, er is zoveel keus. Ik weet niet per se of het een olifantje is. Hij heeft al een slurf. Maar er zit iets in. Er zit een verrassing in. Dus dan moeten we thuis even kijken. Ja. Ik ben benieuwd. Het is wel heel leuk versierd hier. Kijk nou. Helemaal leuk. En op de deur hebben jullie ook nog... Merry Christmas. Zo leuk. We hebben een knuffelmoment. Een knuffelmoment. Ja, we gaan even de vlog afsluiten. Ja. En dan moeten jullie zo meteen ook even een duimpje omhoog doen. Als jullie deze vlog nou weer leuk vonden, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan zien we jullie weer volgende week. Ja, doei. Ik wens iedereen prettige dagen. Ja. Oh ja, ook nog. Ja. Prettige dagen allemaal. En dat woensdag. Ja, tot woensdag. Dan zien wij elkaar weer. Doei. Doei.